Hoi! Vandaag een review over het boek De Tederheid van Mannen van Simonette Gregio. Dit boek gaat over twee vrouwen, een oudere vrouw en een jongere vrouw. De oudere vrouw heet Fosca en de jongere vrouw heet Constance. Zij komen elkaar tegen in Venetië op een terras en maken samen een tour van Parijs naar Italië, waarin Fosca eigenlijk haar hele leven vertelt aan Constance. Op de achterkant van het boek staat: op een caféterras in Venetië ontmoet een jonge vrouw, Constance, een oude dame, Fosca. Deze toevallige ontmoeting loopt uit op een hechte vriendschap. Het feit dat ze elkaar ontmoeten op een caféterras in Venetië kan je alleen maar halen uit wat er op de achterkant staat. Want in het boek zelf wordt helemaal niet verteld over de ontmoeting. Er wordt wel verteld dat ze elkaar hebben ontmoet, maar er is geen feitelijk hoofdstuk waarin wordt gezegd van, nou, Constance zat lekker op het terrasje met een cola aan de hand en Fosca die kwam en die sprak haar aan en ze werden dikke vriendinnen. Dus eigenlijk moet je dat, eigenlijk kan je dat alleen maar uit de achterkant halen. Wat ik eigenlijk helemaal niet zo'n vervelend feit vond. Het boek zelf begint bij de begrafenis van Fosca, dus dat is niet echt een hele grote spoiler. Vanaf daar ontwikkelt het zich eigenlijk verder in dat ze samen op reis zijn en dat Fosca alles vertelt over de mannen in haar leven. En het is alles behalve oppervlakkig. Het gaat erover dat ze getrouwd is geweest met een man. En toen was ze zelf nog heel erg jong. En waarin ze eigenlijk vertelde dat ze kon scheiden van hem. Omdat ze nooit seks met hem heeft gehad. Dus zij is maagd gebleven tijdens het hele huwelijk. En de reden daarom is best aangrijpend. Het is echt een verhaal dat mij echt heeft meegesleurd. En wat mij echt, ik weet niet, wat mij echt heeft geraakt. Dus het is zeker geen oppervlakkig verhaal over een oude vrouw die een jongere vrouw vertelt over de mannen waarmee ze is geweest. En oh, het was geweldig en oh, het was leuk. Het gaat over moeilijke verhalen en het gaat over, ja, voor mij aangrijpende verhalen. En dat is denk ik hetgene wat het boek zo mooi maakt. Dit boek was, eventjes terugkijken, 155 bladzijden lang. En eigenlijk was dat feit voor mij helemaal niet erg. Het was precies goed. Op een gegeven moment kom je er dus achter dat Fosca, of kom je in het verhaal terecht op het punt waar Fosca overlijdt. En dan ga je opeens weer terug vooruit. Of eigenlijk ga je dan weer vooruit in de tijd. En kom je er dus achter dat Constance een dagboek vindt van Fosca. Daar gaat ze in lezen. En dan komen er uiteindelijk heel veel mysteries. Wat je wel een beetje aanvoelt. Komen dan eigenlijk aan het daglicht. En wordt dan eigenlijk echt ontmaskerd. Het is voor mij echt een verhaal wat vertelt over liefde en wat voor dingen, wel wat voor gekke dingen je daar soms voor doet. Voor mij is dit boek, ondanks dat het kort is, voor mij zeker weten een 5 uit 5 sterren. En ik ben heel erg benieuwd of jullie dit boek hebben gelezen of dat je misschien overweegt om dit boek te lezen. Dus laat wat weten in de reacties, dat vind ik altijd erg leuk om te lezen. En hartstikke bedankt, tot de volgende keer. Doeg!